Hij staat er weer klaar voor. En nog een aantal attributen. Hij is al aangekondigd in een eerdere act. Ja, hij doet weer mee. Gewoon mezelf. Hier ben ik dan. Veur aan gedacht dat ik niet meer terug zou komen na 22 jaar. En veur aan wel gehoopt dat ik misschien niet terug zou komen na 22 jaar. Ik heb lang in dubio gezeten. Ruzie had met ons vrouw. Want die zin van, kom als mooi na 22 jaar gezellig bij mij in de zaal zitten. Maar ik had ook al vol moeslanders voor de kop geslagen. Dus ik denk, wat moet ik toch doen? Dat ik hier sta en moesland gewonnen van ons vrouw. Maar wel pas in de verlenging. Ik heb een groot schuldgevoel. Ik heb veel mensen tegen de schenen ongeschupt. Op de pik getrapt. Door het slijk gehold. En daar heb ik spijt van. En daarom wil ik Moesland zeggen tegen het Moesland, sorry. En dan is het beter om maar gewoon met de billen bloot te gaan. Laat het dan maar spreekwoordelijk houden. Moesland, sorry. En ik sta hier wel, maar mijn mededaders uit het verleden, Willy van Es, Frank de Vent en Francis van Tilburg, die is hier niet. Voor een week zat Frank hier in Hux te brullen in het huiske dat hij niet opviel. Willy van Es zit er helemaal achterin bij het gedein dat hij zo weg kan. En Francis is er helemaal niet. Ik zou Moesland wel een bloemke willen geven. Maar dan wordt het misschien weer te duur. Dus laat het maar bij spreekwoordelijk houden. Sommige mensen pakken het sportief op. En dan zou ik een roosje willen geven. Die mensen die snel prikkelbaar waren, die krijgen een cactus. Je hebt altijd van die zeikers bij. En doorstuur ik eenmaal langs met die stinkbloemen. Een vergeetmenietje is voor Chris School. Elk jaar belde hij mij op of ik hem alsjeblieft wou noemen. De vrouwke, die al 22 jaar buurs is op mij, die krijgt een treurwillig. En voor alle vrijgezelle dames heb ik een vingerplant. Moesland, sorry. Ik begon vroeger als een lief, klein, schattig manneke. Maar die Willy, en Willy geeft Hully Corrie de schuld. Frank en Francis, die stukten mij altijd op. Want ik ben zo helemaal niet. Ondertussen heb ik mijn wilde haren verloren en ben ik rustig geworden. Ja, Moesland, ik ben rustig geworden. Heb ik trouwens al sorry gezegd? Moesland, sorry. Velen door ons genoemd, die zien er niet meer. Zijn schooikuit of zijn ondergedoken. Pieter van Bavel. De plus werd min en de pand verpieterd. Annie stof tegenwoordig rijgenstof. Drukkerij Siebers was dichtbij, nou is het alleen nog ver weg de beste. Theo Wingers heeft zijn gordijnen zelf dichtgeschoven. Burgemeester Van Doorn werd te warm onder de voeten. De Zoons is gevlogen. En Stanley van de gemeente. Uurs moet een pasfoto maken bij een leuke jongen. Maar dan komt er bij Stanley. Maar die is mooi vertrokken. Maar ook de dokters zijn weg. De Leur, Van Bavel en Schulte. Maar dat zal niet aan ons hebben gelegen. Alhoewel ik heel raar vind dat ik nou een andere dokter heb. En vroeger had ik Van Bavel.
Maar als ik nou een spreekuur kom, mag ik altijd mijn kleren onhouden. Vreemd. De asielzoekers, schaaike weer het dorp, zijn weg. En veel oude raadsleden, weg. En moest kijken, wan verjonging. En dat is niet het ergste, maar dan heb je ook moesje moeten erbij. En die zijn ook een stuk jonger. Die zijn strak, snel, lekker in het vel. Sommigen, zegt Egbertje, maar ik mocht zijn naam niet noemen. Heb ik er eigenlijk al sorry gezegd, Moesland? Moesland, sorry. Gelukkig zijn er ook mensen die blijven zitten, al worden ze teruggesteld. En gelukkig wordt er ook naar mij geluisterd. Want zeg ik niet al jaren, alleen lelijke mensen worden prinsen. En ze hebben het nog altijd voor elkaar. Maar ook Marnix doet het heel goed. De boa krijgt minder uren, dus minder irritaties. Een afspraak maken bij de gemeente, dus verschilt weer een lange wachtrij. Raaimakers weg, school weg, Van Schaik weg, Van Dongen weg. En zelf ben ik blij dat Tinnemans weg is. Vorig jaar maakte ik nog een opmerking over de kapseltje die ze hier had. Dat er beter was om weg te gaan. En wat doet maar niks? Stuurt ze weg. En wat komt er terug? Een knappe man. Met kale haar. Hey. Maar als het zijn de god, Marnix, ik heb hier nog een lijstje. Dan kunnen die ook nog even afwerken. Heb ik eigenlijk al sorry gezegd, Moesland? Nee? Moesland, het spijt me. Sorry. Dus ik denk, als ik nou Deo dan gewoon niet meedoe, kan ik niemand voor de kop stonden, heb ik ook geen ruzie. Dus ik denk, ik kom een excuus maar om bij je. De boetekleed op. Sorry, Mathieu Schamp. Voor de jeugd onder ons, Mathieu Schamp was een fotograaf. Reed een grote legertruc, zag niet zo heel netjes eruit. Ging altijd naar feestjes toe, maakte door foto's. En had het meeste gegeten en gedronken van allemaal. Maar hij maakte nog een opmerking van dat zijn foto's beter ontwikkeld waren als hij zelf. En zo goed waren die foto's niet. Sorry, namens Willy van Es voor postbode van Maren. Tuurlijk las hij de post niet. Hij keek er of er geen fouten in zaten. Sorry, Anneke van een Boerenbond, voor de jeugd. De Boerenbond was in de winkel, die konden van alles kopen. En als dat wit gebouw nou helemaal volgeplekt is. Sorry namens Willy van Es voor Anneke van een Boerenbond. Want natuurlijk is Anneke van een Boerenbond niet nieuwsgierig. Ze wou het gewoon geer weten. En Willy noemde ze dan nog ook het wandelende schoiksbletje. Sorry, Anneke. Ook namens Willy nog een keer sorry voor Francine van Schaik. Voor de jeugd, de haanwinkeltje, de wigwam, die konden van alles kopen. Tussen kneut en kiets noemden wij dat. En die zaten in de bouwval neven Chef Hart, waar nou van den Bos is uit de Reek. En natuurlijk was het geen rommelmerk door. Dus ook Francine, sorry. Ook sorry voor Gert van Bokstel. Voor de jeugd onder ons, pronkzittingartiest. Het maar liefst 22 jaar meegeron. Yes, een jaar minder als ik. En ik maakte er een grapje van. Kocht hagelslag bij de plus. Zet hem voor de deur neer, een stuk of 20. En ik maakte er een tekst bij. Fans in de rij voor een cd van Ger van Bokstel. Sorry, Ger. Ook namens Frank de Vent, sorry voor Tino. We noemden hem een kwal en dat je arrogant was. Dat je neer zijn schoenen liep. Dat vond ik dan niet zo erg, want dat scheelde mij weer omzet. Maar Tino, sorry. Moet ik eigenlijk ook sorry zeggen tegen Chris Gool? Of tegen zijn tweelingbroer, de Raaimakers? Waar waren die media geil? God, waar werden wij de muur van? En er waren niet alleen ik. Er was ook Willy. Hully Corrie. Frank. Francis. Alle artiesten. Ja, ik denk heel Landert waren het helemaal beu. Dus geen sorry voor Chris Gool. Namens Frank de Vent, sorry voor het personeel van de Phoenix. Frank maakte nog een grapje. Dat personeel nog luier was, nog luier dan een pamper. Sorry, personeel. Nee, een meidje was ook nog heel buus, die blonde die erachter werkte. Want die mensen waar je bedoelde dat ze incontinent waren.
En toen bezin ik nog zo mooi, ja, van een leg IQ word alleen maar mu. Sorry voor de hoofdkapel. Ja, natuurlijk kunnen jullie muziek maken, maar het klinkt gewoon op cd veel beter. Het voordeel van een cd is wel dat je hun niet hoeft te zien. En ik zal maar niet zeggen wie dat gezeten heeft, want ik denk dat Francis van Tilburg heel buus wordt als ik dat zeg. Ook sorry voor de reek. Wij hebben allemaal gezeten dat jullie achterliep en is niet. Jullie loopt heel wijd achter. Ook sorry voor mijn vrouw en voor mijn kinder. Want natuurlijk gooi ik geen jeugde boelballen op de teen van de jong. En natuurlijk vind ik het mooi op de camping. Moest ik zeggen van ons vrouw. Ook sorry voor Hel Moesland. Die vorig jaar op de camping zat. En tijdens de vakantie alleen maar om mij naar moeten denken. Sorry. Maar Gent, sorry. Ik herhaal. Gent, sorry voor mijn schoonmoeder. Frank de Vent die maakte nog een grapje over de schoonmoeder. Die zei, wat is het verschil tussen een pentje en schoonmoeder? Nou, een pentje komt tot hier en schoonmoeder kwam tot door. Ik gooi er meteen een grapje over hen. Was het over een verschil tussen de Taliban en schoonmoeders? Met de Taliban kunnen we nog wel onderhandelen. En meteen zin ik, een ander woord voor schoonmoeder is trauma. Ik heb het geweten. Lauwe koffie. Slappe koffie. Dreuge kuksjes. Lauw bier. Ze kwam dik op visite, aat rond de etenstijd. Dus ze aat ook niks mee. En als het klapte op de vuurpijl, heeft ze nog een familieweekendje geboekt. Dus geen sorry voor mijn schoonmoeder. En ik zit eigenlijk nou te denken, nou ik hier toch zo. Een jaar of 15 terug heb ik ook nog echt ruzie gehad hier op de pronk zitten met iemand. Ik maakte eigenlijk een heel flauw mupje, het sloeg nergens op en ze was buus. Buus. Zal ik me eens vertellen? Nou, vrouw, dat ik ze aandringt. Mevrouw X, laat ik ze maar even zo noemen in verband met de privacy. Mevrouw X ging naar de dokter toe voor een onderzoek. En Schulte zei, nou, dan ook onderzoeken. Dus Schulte met de rechterhand naar de linkerborst van mevrouw X. Mevrouw X, zij is 88. En mevrouw X, 88. Hij ging met zijn linkerhand naar de rechterborst. Mevrouw X, zij is 88. 88. En toen ging Schulte met de hand de box in. Nog iets wijer. Mevrouw X, zeg eens 88. 1, 2, 3. Ik heb het geweten. Maar ja, daarna hebben we nog samen een borrel gevat en een sigaretje en toen had het allemaal weer over. Moesland, heb ik eigenlijk al sorry gezegd? Moesland, sorry. En ik had geen mee willen doen op de pronkzitting, maar ik denk, ja, dan stoot ik mensen voor de kop. Laat ik dat maar niet doen. Maar er is toch zoveel gebeurd, dus gooi ik. Ik kan het hebben over het centerplan. Het duurt wel erg lang met die centerplan. En als het lang duurt, hebben we daar ook helemaal geen winkels meer, dus gooi ik. Ik kan het hebben over heel Holland bakt. Heel Molengraaf bakt. Oliebollen op Oudjaarsdag. En holt de krenten uit de pap van de bakkers. Broodroof noem ik dat. Ik kan het hebben over de Zwingelhof. Dat tegenwoordig deurig wordt als de Singelhof. Ik kan het over die dames hebben. Muts op, berg af. Ik kan het hebben over Prins Joep die niks te zeggen heeft thuis. Want die Alice moest per se een bak mee in. Ik kan het hebben over de kermis bij de Potter. Het dak ging eraf. Ik kan het hebben over Hetty Verstegen. In de volksmond bekend als Hetty Verzon. Boer zoekt vrouw. Hoeft hem niet zo wijd te zoeken. Harke Jans, Gert-Jan Spanjers, Benny van Hogen. En zelfs hier in de buurt, Appie Swans is er nog. Ik kan het hebben over de pand van Francine Verschaik. Dat in waarde is verdubbeld door de tegels van Bjorn van Leeuwen. Ik kan het hebben over glasvezel. Ja, kloten voor de reken voor het buitengebied. Maar ja, ik woon toch in het centrum, dus boeien. Ik zeg slukje, maar het is altijd verrassend wat erin zit. Ik kan het hebben over de buslijn van de jeugd. Dan denk ik, we maken de jeugd eigenlijk druk. Een lijntje meer of minder. Kijken ze toch niet naar.
Ik kan het hebben over herendelen. 4 jaar terug. De grootste partij, RPP, werd niet serieus genomen. Moet ik daarbij herendelen wel? Politiek is geen cabaret. Ik kan het hebben over problemen tussen de regimenten en de boeren. Ja, daar heb ik scheid van. Ik kan het hebben over Gijs van Tilburg. Of over Roy van Boekel. De nije Gijs van Tilburg. Met zijn natuurbegraafplaats. Ja, dat vind ik zo vreemd. Dat ik dood ben en ik lig dood begraven. En de mensen lopen door de hond uit. Dan ben ik dood en liggen ze nog op mij te zeiken. Ik kan het hebben over de horecapand van de Rijksweg. Dat is aangebrand. Ik kan het hebben over een relletje. Of ja, relletje. Een klein stukje op Facebook van Friese Schoppen over de openingstijden. Waar nou een hele rel een hel ding wordt. Ja, ik kan het hebben over hoe is het met Frank de Grauw. Snuffershoe. De comeback van Adaro. Maar ik denk, als ik nou niet meedoe, dan stoot ik niemand voor de kop. Heb ik trouwens al sorry gezegd, Moesland? Moesland, sorry. Het spijt me. En tot slot heb ik een limerick. Ook namens Willy, Frank en Francis. Alleen hun weten er nergens niks van. Dus dan hou ik ze toch nog een beetje uit de wijnt. Vaak heb ik of wij op het podium gestaan. En misschien zijn we wel eens over het randje gegaan. Het was zeker niet om iemand voor de kop te stoten. Het kost wel vol bloemen, kleine en grote. Maar de excuus is bewaard, maar de bloemen zijn inmiddels vergaan. Houdoe. Stefan Verras voor de 23e keer, ja, de 23e keer op de Moeslandse pronkzitting. En bedenk het maar, al die stukjes, en dan kun je iedereen de schuld geven. Maar jij bent de enige die er nog 23 keer nog stuk. Ja, sorry. Ja. Heb ik al sorry gezegd? Nee, heb ik nog niet gehoord. Heb ik al sorry gezegd? Ja, sorry. En als ik te vol sorry heb gezegd, sorry dat ik te vol sorry zin. En heb ik te weinig sorry, dan sorry dat ik te weinig sorry heb gezegd. Oké. Okay. Daar houden we het dan niks bij. Voor de voorstelling is er wat bezorgd. En Stijn, kom er even bij. Dit is voor jou. En een kaartje zat erbij. En ik weet echt niet van wie. Ik denk dat ik het gewoon moet voorlezen. Denk ik. Ik zal extra bloemen vasthouden. Kunnen we een kaartje openhouden, maken? Het is gewoon bloemen trouwens. Stefan. Voor alle leuke buurtoptredens, maar beloof me dat het echt de laatste keer is. Ons Cor! Oh. Dankjewel, Corrie. Moes ook. Er zit wel een verhaaltje achter, hè. Ik doe altijd mijn tekst, doe ik altijd Corrie sturen. En dan doet Corrie nog een beetje kijken. En toen schreef ze, jouw tekst is goed, ik verander niks meer om. Dus voor tijd dat gestopt, dus dat zal het door me zijn. Die keuze bepaal ik niet en bepaal je lekker zelf. Na 23 keren, en ik vind dat echt een groot applaus waard. Moeshakken, moeshakkinnen, dames en heren, Stefan Verras.